gewoon uitgeput en gewoon heel erg vermoeid. En hoe is de toestand hier? Is dat iets verbeterd? Nou, ze hebben vanmorgen weer allerlei testen gedaan. En de uitslagen komen vandaag. Als het goed is, ik verwacht de dokter eigenlijk elk moment. Dus ik wacht hem weer af. Oh, daar zul je hem hebben. Hallo. Goedemiddag allemaal. We hebben vanochtend wat testen uitgevoerd bij Dennis. Hij verkeert op dit moment in vegetatieve toestand. We hebben zijn bewustzijnsdaling gemeten aan de hand van motorische reacties op zijn pijnprikkels. En daaruit is dan de diepte van zijn coma gekomen. En ik moet helaas mededelen dat het er niet goed uitziet. De kans op ontwaken is erg klein. Mocht het zo zijn dat hij gaat ontwaken, moeten we echt rekening mee worden gehouden dat het restverschijnselen en misschien wel blijvende invaliditeit kan opleveren. Ik zal jullie even alleen laten om dit slechte nieuws te verwerken. Mochten jullie nog vragen hebben of een verder uitleg willen, dan kun je altijd bij mij terecht. Veranderen aan de situatie. Dus laten we er gewoon met elkaar het beste van maken en het beste van hopen. Weet je, het komt vast wel goed. Honest where I start from, I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been, my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. Ik kan niet hoor. Ik moet gaan. Je bent hier net. Ik moet wat dingen ophalen nog en ja, sorry. Ik zie je snel, hè? I'm not yours anymore.
Mam, ik zet even je koffie hier neer. Ja, is goed. Mam. Ja. Ik moet je iets vertellen. Wat dan? Sinds een paar weken zien Sophie en ik elkaar steeds vaker. Ja, logisch. En we zijn erachter gekomen dat er een hele goede klik is tussen ons. We vinden elkaar leuk. En wat bedoel je? We willen je vertellen, we hebben een relatie. Wat? Dat kan niet! Dat is niet eerlijk voor Dennis! Misschien is het moeilijk voor je om te accepteren, maar dit is wat wij graag willen. Nee, dat kan niet! Dat kun je niet maken! Sophie! Ja, ik ben gewoon heel dol op Ruben. Ik kan het niet tegen. Ik moet hierover nadenken. Ik weet het niet hoor. Ik heb even tijd nodig. Hoi. Hey. Ja, laat ik jullie toch zien. Ik heb erover nagedacht wat jullie me vertelden. En ja, jullie zagen mijn reactie dat ik het er heel moeilijk mee had. En ik heb het er nog steeds moeilijk mee vanwege Dennis. Maar ja, zoals ik al zei, ik heb er echt heel goed over nagedacht. En ik besef ook dat ik de situatie niet kan veranderen. En ja, eigenlijk komt het erop neer. Ik wil ook voor jullie het allerbeste. Dus ja, wat ik eigenlijk wil zeggen, het is goed. Dat is heel fijn te horen, ja. Ja. Ik laat jullie even alleen. Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Neemt u Ruben Thomas Somers, Sophie Annabel Penova, tot uw wettige echtgenote? In voor- en tegenspoed? In ziekte en gezondheid, dat de dood jullie scheidt, dat is hier op je antwoord. Ja. En u, Sophie Annabel Penova, neemt u, Ruben Thomas Somers, tot uw wettige echtgenote, in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, dat de dood jullie scheidt, dat is hier op je antwoord. Sophie. Ja,